wel onze bijdrage geleverd aan deze middag. Hij is namelijk enigszins in mijn voetsporen getreden. Kijk maar. Peter van der Vos, wat jij kan, kan ik ook. Dit is Everon Ziet Sterren. We zijn op bezoek bij Louis. We hebben echt sinds 2 uur in de auto gezeten. Hij woont hier niet door zijn vakantieadres. Ik ga hem aanbellen, hij weet dat te komen. Maar hij weet ook niet ook wat dus hij thuis is. Louis! Sorry, te laat. Hey, ik ken helemaal niet van. Ja, sorry. Zie je er helemaal sporty uit? Sporty, echt iets. Daar hou je van, hè? Ja, absoluut. Zo lekker weer. Ga maar kijken naar jouw kaart. Goed. Dank je. Hey, Louis, natuurlijk hebben alle dames al in je lichaam kunnen zien dat je een heel erg sportieve jongen bent. Wat heb je nou echt aan sport? Ja, het is gewoon heel belangrijk om te doen. Je lichaam is een persoonlijke ding. Je hebt er maar één en dan moet je wel voelen. Zo, Louis, wat gaan we doen vandaag? Het is mooi weer, het is vakantie, dus aan de strand. Met wat? Met een andere vervoermiddel, dus niet gefietst. Wat dan? Ben je daar wat doen met? Gaan we met mijn Friday Joy? Nee. Ja, met Friday Joy. Wow, dat is er echt gaaf uit. Mag ik erop? Absoluut. Ik ga ook binnen en dan Louis gaat zitten weer onder de leven, dat je beter in buiten kunt gaan. Ik denk niet dat het zo vrij zal stellen als dat op de camera op zit. En sorry, daar is het echt niet. Echt niet. Kortom, Louis is living a good life.